De diepe crisis waarin Suriname verkeerde is volgens president Chandrika Prasad Santokhi reeds overwonnen. Tijdens een gisteren gehouden openbare vergadering in de Nationale Assemblée haalde het staatshoofd aan dat de regering 1,5 jaar nodig had om de financiële crisis beheersbaar te maken. Alleen is de inhoud van de staatskas nog niet wat het wezen moet. Maar ook daaraan wordt er gewerkt, zowel bij de centrale bank met betrekking tot de internationale reserve, die weer moet gaan groeien, bijna leeg was, maar ook onze staatskassen bij de verschillende ministeries, met name financiën, daar moet er weer groei ontstaan om ontwikkelingsprojecten te kunnen uitvoeren. Meneer voorzitter, we moeten nu naar die stabiliteit en op basis van die stabiliteit te gaan naar de groei. En zoals u weet doen we dat ook op basis van het IMF-programma dat goedgekeurd op 22 december vorig jaar. En de eerste review van het IMF is al geweest waarbij we positief beoordeeld zijn. En dat geeft aan dat ook de financiële ondersteuning naar Suriname goed geregeld is. Niet alleen vanuit IMF, maar ook van de IDB, ook van de Wereldbank. En we zijn recentelijk nog ook gesprekken aangaan met Caribbean Development Fund. En ook zij hebben toegezegd dat ze financiële middelen ter beschikking gaan stellen om ons land te helpen ontwikkelen. NDP-parlementariër Melvin Bouva vroeg tijdens de vergadering waaruit het blijkt dat we als land klauteren uit de financiële crisis. Hij wees erop dat Suriname 4 devaluaties verder is en dat het volk hierdoor is uitgemeld. Het volk is uitgeknepen, uitgeperst en krijgt weinig daarvoor terug, voorzitter. Moeten we onze ogen daarvoor sluiten, voorzitter? We roepen op regering, we roepen op president. Laat dat mooi gepraat van ja, uit crisis geklauterd, etc. Heb oog voor de vraagstukken die er echt spelen. Heb oog voor de gezondheidszorg, voor het onderwijs. Prioriteit voor armoedebestrijding. Hier is het net ba. Smaai pina, voorzitter, niet een beetje, voorzitter. We vragen dat de regering minder praat, meer doet. Ervoor zorg dat zij hier komen luisteren naar de noden van het volk. En niet het parlement als een loopje nemen, voorzitter. Bouva is van mening dat er meer uitleg moet worden gegeven over het beleid van de regering.